Goedemorgen. Het is vrijdag, dat is mijn nieuwe vlog. Hallo, ik ben Benny. Het is iets minder warm dan de afgelopen dagen, maar nog steeds wel warm. En het zou gaan regenen vandaag, maar dat is niet zo. Dus ik ga eerst met de kids naar de zomerbios van Nickelodeon, volgens mij. In ieder geval, dat was iets wat een uur duurt. En dat kan Eden denk ik wel handig. Voor het eerst dat ik haar naar de bioscoop. Maar ik dacht even een uurtje in de airco zitten. Heel aan toe. Want ik werk natuurlijk gewoon non-stop thuis in de bloody heat. Ik kom weinig buiten en zo. Dus ik zit even dus naar de koekjes te kijken. Ik heb een soort healthy kokosmacronen gemaakt. Met alleen maar banaan en kokos. En ik heb een beetje haagslag overheen gedrizzeld. En dan gaan we zo de deur uitzien. Ik ze er maar uit gaan halen, want anders zijn we te laat. En dan gaan we vanmiddag lekker bij mijn ouders in het badje nog even zitten. En verder hebben we een rustig weekend. Morgen even naar mijn ouders toe, omdat mijn neefje daar logeert. Die wil ik heel graag zien. En zondag kraamvisite bij het kindje van best vriendje. Dus dat is het. Vooral baby's deze dagen. Ja, dit is het geworden. Ik hoop dat het nog op tijd afkoelt voordat we de deur uit moeten. Het is een beetje donker, maar we zitten in de bios. Ik vind het een beetje spannend. Wij zijn weer thuis. De bios was heel leuk. Enerzijds zei het spannend. Ze vond het een beetje spannend. We waren echt de enige daar. Oh, ik heb het ook krabben. Ik heb een soort, ja, of het nou een muggenbult is of zo. Ik weet het niet, maar het jeukt verschrikkelijk. Maar goed, zei dit spannend. En dat meisje, we waren echt, nou, er was echt helemaal niemand. Sowieso de deur zat nog op slot toen we aankwamen. En nou, we waren ook de enige in de brouwt in de bioscoop. Dat meisje zei, zal ik anders een klein bakje popcorn voor ze maken? Ze kreeg gewoon een gratis bekertje popcorn. Ze mochten kiezen of zoet of zout, nou ja, allebei. Dus het was heel schattig met die popcorn. Maar goed, ze wilde uiteindelijk wel op schoot zitten, helemaal prima. Nu ga ik even een cadeautje inpakken voor het kindje van mijn beste vriendje. Ik heb een kikkeboe boekje van Nijntje. En ik heb een speenkort. Je kunt het niet heel goed zien, maar ja, er zit een pinguïn op. En dan een soort van grijze kraaltjes. En een pinguïn is zijn lievelingsdier en stond ook op hun geboortekaartje. Dus ik dacht, dat valt vast in de smaak. Dus dat ga ik even inpakken. De kids zeggen allebei eventjes te slapen. Daarna gaan we lekker naar mijn ouders toe in het badje. Want het is toch best wel weer 600 graden. Dus... Ik heb net de make-up eraf gehaald. We zijn thuis. Want we waren even, ik was even met de kids bij mijn ouders. Even nog lekker in het badje even afkoelen van die warmte. En ik had mijn dagcreme. Eigenlijk gebruik ik hem s'nachts ook. Dag- en nachtcreme van Clinique. De Moisture Search Intense. Ja, ik heb Intense. En die was in de aanbieding. Dus nou, top. Dan bestel ik er een paar. Want ik gebruik het de hele tijd. En dan ga ik mee op vakantie en zo. Het ziet er zo uit. En ik vind het echt heel fijn spul. Ik heb een hele droge huid. Ik heb nu trouwens even één hele grote pukkel, maar dat ligt niet hier aan. Maar toen kreeg ik dus ineens een gift bij. Dus ik ga het even openen, maar ik heb geen idee. Dat is natuurlijk altijd leuk. Een clarifying lotion, dus stap 2. Dus dan heb je natuurlijk ook een stap 1. Dit is de Dramatically Different Moisturizing Lotion Plus. Oh, misschien kan ik dit wel meenemen op vakantie. Hey Woepie. Dan zal dit stap 1 zijn. Denk ik dan. All About Clean Liquid Facial Soap. En nog een mascara, denk ik. High Impact Mascara. Mascara. Ja. Blauw. Deze. Blauw. Blauw, rood en blauw? Ja. Oh. Dus dat is heel fijn dat ik erbij heb gekregen. Wat ik trouwens tegenwoordig ook vaak doe is deze. Ik heb al natuurlijk deze. En ik doe dus nu ook graag deze. En de eerste gebruik ik hem volgens mij nog een beetje verkeerd. Maar nu zit ik er helemaal in. Dat is echt heerlijk. Zeker als het zo warm is en dat je hem even in de koelkast legt. Daar word je helemaal lekker van. Dit is Auw. Dat bedoel ik dus één is echt een... Ja, laat maar liggen lieverd. Het is voor grote mensen. Nee, niet doen. Die?
Nee. Hier, deze. Oh, nee. Oh, deze. Oh, nee. Maar dit is... Jongens, zullen jullie het zeggen? Oh, nee. Oh, nee. Maar dit is echt heerlijk. En dit is een rozenkwarts. Net even lekker gegeten. Die is zo naar bed. Nog heel veel aan het spelen. En ligt hysterisch. Het is nu 5 voor 7. Dus gezellig. Zo naar bed. Meestal zo. Oh, dat is zo. Dat vergeet ik steeds. Is het spannend? Lievelingswoord. Spannend. We hebben een probleem. Komt hij eraan? Oh. Helemaal into de Pokémon. En dan had ik dat schoonmaken. Zoals ik laatst ook wel iets zien. Mijn neefje is er. We gaan nu samen kruipen. Ze zijn echt heel lief met hem aan het spelen. Niels en Elen zijn echt heel schattig. Ze steeds allemaal speelgoed aan het aangeven. Kijk mama! Ja, knap hoor! Kijk, en dan geeft zij hem weer een boekje. En zo gaat het de hele tijd. Het is trouwens zondag. Ik weet het even zondag. Nee, het is helemaal geen zondag, het is zaterdag. Ik weet helemaal niet wat ik al heb gezegd vandaag. Behalve dat we gingen schoonmaken, maar volgens mij niet zoveel. We zijn gewoon druk bezig. En wie is dit nou? De muis over de olie van Dijkje Sleuren. Maar we zijn dus nu even bij mijn ouders, want daar logeert mijn neefje. En die hadden zij nog, nou ja, nog nooit. Het is niet het goede verhaal, maar 1 keer gezien, want man corona. Dus ze zijn nu heel schattig aan het spelen. Goedemorgen, het is zondagochtend en ik heb Elens nagels gelakt, dat wil ze altijd. Maar ze kan nooit stil blijven liggen, dus we hebben even een andere oplossing. Ze ligt nu even op mijn telefoon. Kijk, ze heeft nu paars met glitters, maar ja, ze wiebelt 60 keer, dus het zit allemaal aan de kant op. Ja, het is natuurlijk prachtig. En op de handje is een roze glittertje. Een soort doorschijnend met glitters. Oh ja, dat zit er wel op. De manicure. Dus ik kies dan altijd zelf de kleurtjes uit. Verder vandaag ga ik straks op kraamvisite bij mijn beste vriendje. Eigenlijk in een cafeetje in de buurt. Wat, nou, in de buurt, aan de andere kant van de stad. Maar wat voor mij heel relaxed is, want anders moest ik ook maar voer naar Amsterdam. Maar hij is toevallig in Utrecht. En we hadden vandaag afgesproken, dus hartstikke fijn. Dus dat scheelt mij heel veel tijd. Ook fijn. Dus dat voor zometeen. Om 11 uur is dat. En verder hebben we niet echt plannen, geloof ik. Dus dat was lekker. Zeg ik dat goed? Ja, volgens mij zeg ik dat goed. Het is rustig aan. Het schijnt iets koeler te worden vandaag, maar ik merk er nog weinig van. Dank je. Dit vond ik dus in de sale bij Kruid. Wat voor echt €2,50 zo'n haarbandje en zo'n rokje. Ja, nou, daar kan ik er volgens mij heel blij mee maken. Helemaal in de zas. Dus ik ben voor die spiegel. Dus is aan de Duplo. Ze doet eigenlijk altijd Lego, maar we dachten we zetten de Duplo-doos neer zodat ze samen daarmee kunnen spelen. Maar goed, zij bedacht iets anders. Ja, die gaat altijd moeilijk uit, hè. Ja, en haar rug zit dus altijd helemaal vol strepen, omdat ze echt heel erg krapt. Dat valt nu mee. We hebben nu weer een paar dagen gesmeerd. Maar... Dus zo, wat ben jij aan het bouwen? Het Pokémon Centrum. Weet zo. Je wat de sterkste Pokémon is? Nee. De sterkste ster. Zo. En de Ash is de... Dit is de, Ash, oké. Okay. De Ash is de trainer van hem. Oké. Okay. En hij zegt altijd ster. Ik ga even mijn schoenen aandoen. Ik heb trouwens dit jurkje aan, ik kan het zo even laten zien.
Want ik ga dus even op kraamvisite op een terras. Nou, ik kan slechter treffen. Dus we zijn even met de kids naar buiten. En, oh, misschien had ik nog moeten eten. Het is een koffietentje. Misschien hebben ze ook al wat. Ik heb geen idee. Laat ik iets kleins nemen. Het is irritant dat ze er niks hebben in zitten aan het hoor. Ook zeg tegen. Ik heb geen idee. Ik heb dit jurkje aan. Ik heb er verder niet. Ja, behalve een BH zeg maar. Heb ik er verder niks onder. Ik weet het niet. Ik loop de hele dag ongeveer in niks rond. Maar ik dacht misschien nu even gewoon een beetje iets normaals aan doen. Maar het voelt nog steeds heel warm is. Het is hier nu 16,5 graden. Valt mee, valt mee. Ik ga het ook even drinken. Dat snap ik. Ik heb er ook dorst van. Even kijken. Iets kleins. Dat is altijd weer zo'n dingetje. Ja, maar een stukje een broodje met kipfilet. Het is trouwens een jurkje van de Hennes. Gewoon een kort jurkje. Dat is wel heel cute. En ik was net Shimmer and Shine aan het zien, dus ik moet ook omhoog. De oven heeft het aangestaan, hier is het best wel warm. Dan heb je de hele tijd heel veel tijd en nu denk ik... Ik heb namelijk geen zin om hard te fietsen met deze temperaturen. Normaal fiets ik vrij hard, maar mijn tweede versnelling is ook stuk. Dus het is zeg maar op... Dit in z'n 1 of dus in z'n 3. Normaal ik fiets eigenlijk bijna altijd als 3, maar ja, met deze temperatuur zou ik denk ik toch eerder in z'n 2 gaan. Wat interessante informatie, Karin. Zeker te weten. Best wel bizar trouwens. Het reisadvies naar Mallorca en Ibiza en zo is nu ineens oranje. En dan zit je daar, zou je daar dus zitten. Dan moet je dus 2 weken daarna in quarantaine. Laten we hopen dat het bij ons niet gebeurt. Ik ben inmiddels weer thuis. Het was heel leuk om de baby even te zien. En ik heb inmiddels wel mijn huisjurkje weer aan. Want het was echt heel te warm. Het zwart jurkje is een heel dun jurkje. Maar ik zat zeg maar met mijn rug in de zon. Want ik had natuurlijk de baby en mijn vriend de schaduwplek gegeven. En ik zat op zich zeg maar hier wel in de schaduw. Maar mijn rug zat in de zon. Nou, warm. Maar goed. Heerlijk, maar het was heel leuk. En nu ga ik nog even wat dingetjes doen. En dan gaan we straks nog even kijken naar buiten. Dus rustig aan. Ik heb een beetje een gekke bult hier. Ik weet niet wat het is. Irriteert. Dit keer mocht hij zijn slaapje bij ons op bed doen. Let niet op dat ik het buiten gooit ook als heet. Zo heerlijk. Lekker! We gaan even een ijsje halen. En Niels is zo uitgenodigd voor een zwemfeestje. Dus daar gaan we straks wel mee. Ik ga een ijsje halen. Ga maar ei, Elin. Maar ei, hoor. Ik ei dan een kopje. Goed zo, Elin. Lekker een ijsje. Dat is het nu, hoor. Waar de party is. We hebben net even een ijsje gegeten en toen werden we nog spontaan uitgenodigd voor een zwemfeestje. Door een vriendje van Niels. Dus dat was heel gezellig, dus daar zijn we nog even geweest. En Elin had de zwemkleren niet aan, want we dachten dat het alleen maar voor de jongetjes van de buurt was. Maar dat bleek niet zo te zijn en wat wel grappig was. Er is een meisje van Niels' school. In coronatijd gingen ze zeg maar boekjes voorlezen. En dat was een meisje van Niels' school, wat we verder niet kenden, maar die las een verhaaltje voor. Dat deed ze heel leuk en dat verhaaltje willen de kids steeds zien. En we waren dus bij dat feestje, het was gewoon een zwembad en kinderen.
En ik herken die stem en ik kijk en ik denk, dat is dat meisje. En zij luistert ze altijd. Ik zeg, kijk eens, dat is dat meisje. Dat is wel heel grappig. Maar goed, dus dat hebben we dus ook nog even spontaan gedaan. Dus alles klein en nat. Want we hadden Eden geen zwemkleren aangedaan. Maar goed, die wilde uiteraard ook het bad in. Dus geen grote kliederbende, maar wel heel gezellig. Ik heb net hier aangezet, dat had ik niet moeten doen. Nu ga ik eventjes spulletjes klaarleggen voor morgen. Maar ik heb eigenlijk geen idee, wordt het weer zo warm? Ik denk het wel, maar ik heb eigenlijk geen flauw benul. Kan ik dat hier zien? Voelt als 31 graden vandaag. Ja, leuk. Heel veel regen. 24 graden. Nou, dat is ook iets minder warm. Dan weet ik dus meteen niet, hè? Want je weet, zeg maar, oké, dit is gewoon heel warm. Maar wat is dan 24 graden nog? Wat doe je aan? Ik weet het niet. Ik heb in ieder geval iets. Het wordt dit lichtblauwe shirtje van Zara. En een broekje ook van Zara. Dat lijkt me prima. Misschien wel dit keer dan een rompetje eronder. Ik heb even een maskertje opgedaan. Het begint heel hard te waaien. Dus ik voel je ook dat het een beetje afkoelt. Met zo'n soort van warme wind die binnenkomt. Ik dacht, ik wil nog even een tipje. Doe ik er zo leuk uitzien. Ik heb trouwens een Rituals Glow masker. Geloof ik dat heet op. De afgelopen, nou ja, wat is het? Week of... Nou, zeg maar, de afgelopen week niet meer. Maar de 2 weken daarvoor denk ik dat Eden een beetje onrustig was de hele tijd. En toen heb ik op een gegeven moment op een avond gezegd. Want ze heet. Mama. Ik heb gezegd, joh, ik kan ook gewoon lekker met je knuffeltjes kletsen nog eventjes voor het slapen gaan. En sinds ik dat heb gezegd, is het eigenlijk rustig. Dus het lijkt wel alsof ze dat nu, wat ze zei laatst, even nog kletsen. Dus alsof ze nu, zeg maar, ineens hebben bedacht dat ze met de knuffeltjes kan kletsen. Dus ja, is misschien een tipje. Ik heb geen idee of dit het is, maar ze had het dus laatst er wel over dat ze het ging doen. Dus ja, ik heb toch het idee dat het haar een soort van, ja, rust brengt of zo. Dus ik, nou ja, dat kan ik inderdaad ook nog even doen. Ik hoef niet meteen te gaan slapen. Ik kan ook gewoon nog even kletsen met mijn knuffeltjes. Ja, verder was het een heerlijk dagje vandaag. Ze hebben zo lief gespeeld met elkaar. En zo hard gelachen samen. En, nou ja, we hebben lekker spelletjes gedaan en ijsje gehaald. En ja, yeah, ja. Yeah. Ja, met jou was het ook gezellig, hè, Mietens. We hebben jou zeg maar niet gezien vandaag. Wel een ander poesje geaaid. Ja, kom maar. Ja, mag hoor. Mietens en ik hebben weer een klittenmissie. Ik heb al 1 klitten uit. De laatste moeten we nog een klein stukje. Vanavond het laatste stukje doen. Dat doe ik altijd als het hele huis slaapt. Dan ga ik Mietens aan helpen met de klitten eruit komen. Ja? Yeah? Nee, het was gewoon een heel relaxed dagje. Nog een leuk zwemfeestje. Heel leuk. Ja, dus dat beviel eigenlijk wel. En Niels is nu nog eventjes wakker. Hij zit helemaal met de oude Gameboy van Sven. Pokémon tegenwoordig. Dus dat is s'avonds heel leuk. En ja, dan gaan we weer een bed opmaken. En zelf ook lekker slapen. En dan beginnen we weer de week met thuiswerken. Voor de afwisseling. Oh, hoor je het? Onweer. Yes. Ja, dus ik ga de vlog ook afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond te zien. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En heel graag tot volgende week bij een nieuwe vlog. Doeg!